Kunnen we binnenkort wonen op Mars? Ik ben Miege Wamelink en ik ben ruimtelandbouwer. Ik doe aan de Wageningen Universiteit onderzoek of je planten op Mars en op de maan kunt laten groeien. En daar kun jij mij bij helpen. Dit is Charlotte. Zij helpt mij bij het onderzoek. Charlotte wordt door NASA en ESA opgeleid tot astronaut en volgde een zware training in een nagebootste Marsomgeving op Hawaii. Zij weet als geen ander hoe belangrijk het is om gezond te kunnen eten op Mars. De mens is een ontdekker. Van nature zijn we nieuwsgierig naar plekken die we nog niet kennen. En daarom wil ik naar Mars. Maar voordat we gaan, moeten we klaar zijn en voorbereid zijn voor een langdurig verblijf. Want wat als het misgaat? Dan zijn we op een planeet die niet is ingericht voor mensen. De reis naar Mars en terug duurt jaren. Als astronaut zijnde wil je graag verse groenten kunnen eten. Je ziet hier sla en tuinkers en die groeien op Marsbodem. En ik heb onderzocht hoe je op arme Marsbodem groenten kunt telen. Maar net als op aarde heb je daar wel mest voor nodig. De volgende stap naar Mars is het gebruik van astronautenurine, struviet, om planten op te laten groeien. Dit is urine in de vorm van struviet die we hebben verzameld op Amsterdamse festivals. Het toevoegen van deze astronautenurine als meststof aan de Marsbodem heeft een goede oogst opgeleverd. Jij kunt mij helpen bij dit onderzoek. Ik geef die boontjes natuurlijk niet zomaar aan Charlotte. Er moet eerst nog onderzocht worden of het wel veilig is om het te eten en of de voedingswaarde wel goed is. Met jouw donatie kunnen wij dit onderzoek doen. Het zou geweldig zijn als jij wilt bijdragen aan het grootste avontuur van de 21ste eeuw. Ik heb voor mijn onderzoek 10.000 euro nodig. Jouw donatie, groot of klein, brengt leven op Mars dichterbij. Help jij mee?